economische voordelen aan de ontwikkeling van de blauwe economie. Verkeerssituatie Ringweg wordt geëvalueerd en Guyanese president door het parlement gecensureerd. Goedenavond, het is dinsdag 25 december 2018, de STVS met het journaal. Suriname is volgens André Misikawa in staat om grote economische voordelen te halen uit de blauwe economie wanneer er meer investeringen binnen deze sector gepleegd wordt. Wij staan er volgens Misikawa er niet bij stil dat ons zeegebied groter is dan ons landoppervlak en dat er naast vis, welke belangrijk is voor de eiwitproductie, er nog veel meer natuurlijke hulpbronnen voorkomen in ons zeegebied. Vorig jaar tijdens de algemene politieke beschouwingen heb ik aangegeven dat ons grondgebied op zee veel groter is op dit moment dan wat we aan land hebben vanwege die uitbreiding die we laatst hebben gehad. Dat betekent dus op het gebied van, zoals men dat nu noemt, blue economy. Dus alles wat te maken heeft met water, met zee, het leven, de biodiversiteit op zee. U weet dat er ook mineralen wordt gewonnen in zee. Dus dat alles wat te maken heeft met dat maritiem gebied, dat je hele specifiek technisch kader daarvoor nodig gaat hebben om dat te ontwikkelen. In het komend jaar zal Misikawa zich ervoor inzetten dat de nodige investeringen worden gepleegd om de blauwe economie verder te stimuleren. Volgens hem zouden er ook buitenlandse kaders kunnen worden aangetrokken om Suriname daarin bij te staan. Ik zeg wacht niet, laat Suriname een van de eerste zijn die dat doet, maar dat betekent dat je heel specifiek kader nodig hebt. En ik zeg, je moet twee dingen doen. Je moet mensen laten halen die al op dat gebied specifieke kennis hebben. Tegelijkertijd moet je jongeren van de universiteit op de technologische faculteit binnenbrengen en ze laten opleiden, zodat je op een gegeven moment binnen 5 tot 10 jaar eigen kader hebt. Dat is om een specifiek voorbeeld te geven aan kader dat we waarschijnlijk binnen moeten halen om ons te helpen om een basis te leggen. De verkeerssituatie aan de Ringweg wordt geëvalueerd. Dit nadat verschillende ondernemers te kennen hebben gegeven dat hun omzetten als gevolg van de veranderde verkeerssituatie op de Ringweg de Paramaribo Noord zijn teruggevallen. Volgens Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken, zijn er gesprekken gevoerd met verschillende ondernemers om mogelijkheden te bekijken hoe klanten de ondernemingen sneller kunnen bereiken. Henk Wip gaat hierop in. Die indirecte situatie is ingesteld. En de bedoeling is dat wij, de ringweg bestaat uit 2 rijbanen, een noordelijke en een zuidelijke rijbaan. En de bedoeling is dat wij de bereikbaarheid tussen die, of de verbinding tussen die 2 rijbanen, die willen wij optimaliseren. Waardoor je dan probeert om door middel van tussenbermen om die verbinding te leggen. En daar zijn we nu mee bezig, samen met enkele ondernemers die wat voorstellen hebben gedaan. Henk Wip geeft aan dat deskundigen op de locatie onderzoek doen om na te gaan waar de bruggen moeten komen. Het hoofd van de afdeling verkeer geeft aan dat de ondernemers hun medewerking aan het project verlenen om dit tot een succes te maken. Henk Wip gaat in op de samenwerking. Er zijn wat voorstellen gedaan wat betreft de bereikbaarheid, de verbinding tussen Ringweg Noord en Ringweg Zuid. En dat wordt uitgewerkt. Er zijn ondernemers die ook voorstellen hebben gedaan en in overleg zijn getreden met het ministerie. En het ministerie is daarmee bezig om de zaken uit te werken. En wanneer het zover is, dan zal de gemeenschap hierover geïnformeerd worden. In het kader van het ILO-project Country Level Engagement and Assistance to Reduce Child Labor, CLEAR Project, voert het ministerie van Arbeid in samenwerking met het Global CLEAR Project, team van ILO, FPRW, IPEC, dan zendt project uit om ter opstelling een actieplan ter bestrijding van kinderarbeid. Dit project wordt gefinancierd door de United States Department of Labor. Voor de opstelling van het actieplan is door de ILO aangetrokken de jurist en kinderrechtendeskundige Sharon Geerlings-Hedley, die op nationaal niveau verschillende actieplannen ter bescherming van kinderen heeft opgesteld. Formulering en uitvoering van een actieplan zijn door de minister van Arbeid, Suwarta Mustaja, aangekondigd in het kader van nieuw geratificeerde arbeidsoverdragen en de in 2018 goedgekeurde kinderarbeidswet.
Vanuit het ministerie van Arbeid zijn twee counterparts aangewezen, te weten Glenn Pirou, onderdirecteur van het ministerie van Arbeid, en Jean Timangourou, hoofd van de afdeling internationale betrekkingen, tevens voorzitter van de Nationale Commissie ter Uitbanning van Kinderarbeid. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons heeft bij de aanname van de nieuwe ID-wetgeving de vorige week bij de regering op aangedrongen om nog specifiekere wetgeving te produceren om de privacy van personen beter te beschermen. In 2019 moet volgens Simons deze ontwerpwet door de regering worden ingediend ter behandeling in het parlement. We verwachten toch wel in 2019 een speciale privacywet. We hebben de privacyregels alvast hierin opgenomen, enkele. Maar er is natuurlijk een privacywet nodig. Maar het is wel een heel belangrijke stap na zoveel jaren dat we dus de moderne ID-kaart zullen hebben. Ik hoop dat de projecten goed uitgerold worden, dat het beloofde ook werkelijk gerealiseerd wordt binnen de komende jaren, dat de kaart zal zorgen voor veel meer gemak van de burgers, dat de kaart zal zorgen ervoor dat de overheid en de burgers geld besparen en dat in combinatie met andere zaken die we bezig zijn te doen in het land met betrekking tot ICT, dat inderdaad deze kaart voor Suriname een duidelijke vooruitgang zal zijn voor zaken van de overheid en de burger. Met de ID-wetgeving zijn er wettelijke voorzieningen vastgesteld voor de legitimatieplicht en de kwaliteitseisen die er worden gesteld aan ID-kaarten. Met de privacywetgeving wordt het de bedoeling om algemene regels vast te stellen voor de bescherming van persoonsgegevens. De financiering van de gezondheidszorg zal in het jaar 2019 verbeterd moeten worden. Volgens de voorzitter van de vaste commissie Volksgezondheid in DNA, Jennifer Vreedzam, zal de wetgeving moeten worden aangepast die betrekking heeft op de financiering van de gezondheidszorg. Met betrekking tot de financiering, hoe dat allemaal moet verlopen en hoe de geldstromen gaan moeten verlopen. We weten dat het volk een lijdensweg soms moet afleggen om hun dure medicijnen, dure operaties, we horen laatst van de prothese van ouderen, dat allemaal soms een lijdensweg is voor de mensen. En dat ik uitkijk ook naar wetgeving om dat helemaal te versoepelen. Omdat dat allemaal te maken heeft met de financieringsmodellen die er allemaal aanwezig is, nu binnen het systeem. En we dat een beetje verder gaan structureren met de wetgeving. Dus ik kijk uit naar al deze zaken waarbij het ietsje gemakkelijk wordt voor de bevolking in 2019. De toegankelijkheid tot de zorg in het binnenland moet ook beter, vindt Vreedzaam. Zij pleit voor permanente artsen in de dorpen. Vreedzaam, die zich heeft georiënteerd in het binnenland, is van oordeel dat er in bepaalde gebieden dringende veranderingen moeten optreden. Ik heb gezien in mijn dataverzameling, heb ik wat moedersterfte. Dit jaar nog een aantal dorpen heb ik in het mensen in het binnenland. Het is gaan toenemen. Ik maak me zorgen daarover. Ik heb daarover ook gesproken en ik zie dat er een luisterend oor is daarvoor. Die toegankelijkheid, ja, de minister en het SZF, ze zijn nu bezig om het beleid om te buigen, om de printers, de SZF-printers naar de gebieden toe te brengen. Dat is wel een stukje vergemakkeling, dat de mensen hun basiskaarten krijgen. Maar dat is niet genoeg, omdat je niet alleen inderdaad de mensen de basiskaart geeft, ze zijn daar ter plekke, maar het zoeken naar een arts. De meeste mensen willen ook niet naar de medische zending. Ik heb ook heel veel klachten dat die zorg ook niet optimaal is. Men komt dan zich inschrijven in de stad. Tot zover het Nationaal Nieuws. Voor nog meer nieuws volgt u de STVS-website via www.stvs.s. Wij wensen u een fijne voortzetting van deze kerstdag.